Jong PSV meldt zich. Net als de nodige wijzigingen ten opzichte van de ploeg die gelijk speelde tegen Helmondsport. Duda speelt bijvoorbeeld. Nu ziet de opstelling 4-3-3 systeem van Unique. Die dus wel iets anders heeft neergezet om Go Ahead te kunnen kloppen. Het middenveld staat weer iets anders. Zijn Wari er nog steeds niet bij. Antonissen zit wel weer op de bank trouwens. En Bakayoko dus naar de andere flank. En zo zijn zij er klaar voor. En ik wou net zeggen, is het wachten op Go Ahead. Maar op het moment dat je het zegt, komen ze het veld op. Met voorop natuurlijk de aanvoerder Jeroen Veldmaat. Gort er gewoon in het doel. Achterin is Drosten nu dus de rechtsback. Dat is te maken met de afwezigheid van Van Hoeven. Ik denk dat Botos nu voorin speelt. Lucassen is doorgeschoven naar het middenveld. Rabia rechts. Botos naar links voorin. Bakayoko wacht op de paas. Die komt. Rigo. Schot. Toch wat van te ver. Kjörlo is toch een van de meest ervaren bij Jong PSV. Als je kijkt naar het aantal wedstrijden in de keukenkampioendivisie. In deze ploeg. Sambo. De man in vorm. Wacht, blijft hem laag. Dan moet de voorzet nu op Bakayoko goed zijn. Dat is hij alleen niet. Gorta kan redden met zijn voeten. De eerste serieuze dreiging is daar van Jong PSV. Rabia en de vrije trap voor Go Ahead. Dat is de eerste echte dreiging. De variant gekruist met twee armen van Eijenbiel. Nou, is het onmogelijk? Hoe is dit mogelijk? Beukema scoort. En bij Jong PSV zitten ze blijkbaar het hele seizoen al te slapen. Want dit is nummer 7 van het seizoen voor Beukema. Het is echt onbegrijpelijk slecht verdedigd dit. En Beukema doet het goed. Tikt hem er fraai in. Zo fraai gedraaid door Eijenbiel. Nog eens een keer er langs. En dan is het schot uiteindelijk, omdat hij niet helemaal uitkomt, niet zo lekker. Maar de actie uitermate fraai van Erkan Eijenbiel. Nummer 10 van Go Ahead. Zetten daar twee van Jong PSV te kijken. Komt alleen net niet lekker uit. Bakayoko. Maar waarheen? Hem onder druk gezet door Drosten. Overname Go Ahead. Krekels ertussen. Vrije trap. Kan gegeven worden. Maar het voordeel is er voor Jong PSV met Fofana aan de bal. Fofana nog steeds. En dan goed gegleden door Kuipers. Alleen is eerder al de overtreding begaan. De vrije trap is er voor de actie eerder. Rigo legt hem nog een keertje neer. Dus zal het wel Tante Rigo worden met de vrije trap. Die gaat over de muur. Maar dat was al vrij vroeg een hupje van Jay Gorter om aan te geven dat hij al lang door had. Dat die bal er niet in zou gaan. Draverveld en Krekels. Voorlopig belast dus met de bewaking van Veldmaten en Beukema. Veldmaten probeert hem te laten gaan, maar dat was doorzien. Deze variant. Daar komt Bakayoko. Die ziet dat die bal niet briljant is. Maar Gorter op tijd. Lucassen. Deze bal van Kuipers. En dan is het nog een corner. En die mag ook nog worden genomen. Ja. Dus is daar nog een kans voor Go Ahead. Brouwers en Eijenbiel gaan weer richting cornervlag. Veldmaat en Beukema gaan weer richting 16. Vorige variant was er eentje dus met Veldmaat richting eerste paal. Die dan de bal door wilde laten schieten. Daar is Veldmaat weer en nu raakt hij de paal. De ene centrale verdediger heeft gescoord. De andere doet het bijna in de slotseconde van de eerste helft. En ook hij staat toch helemaal vrij. Ik weet niet wat ze bij Jong PSV aan het doen zijn. Maar met verdedigen bij standaard situaties heeft het in ieder geval niets te maken. Balletje op Brouwers. Dus
nonchalance zit er natuurlijk af en toe ook wel in bij Gorten. Maar Robert moet oppassen dat het niet te nonchalant wordt. Dit is een strakke terugspeelbal waarbij Gorten in de problemen komt. Veldmaten krijgt de bal op zijn arm. Maar via zijn knie, dus een strafschop is dat niet. Was duidelijk aan, was wel de arm. Nu aan de andere kant. Go ahead met Rabiot. Neemt hem mee, krijgt hij hem nog voor. Nee, doeltrap. En bij PSV gaat het nog even richting Bos. Die nog één keer uitlegt. Ja, hij komt via de knie op zijn arm. Dus geen penalty. Deze terugspel was eigenlijk veel te hard voor Gorter. Die lost het dan op. Ik snap dat Jong PSV appelleert. Je hebt penalties dit seizoen gegeven. Die worden voor minder. Corner. Voor Go Ahead. Beukema er even bij. Nou. Wat kan net niet worden verlengd door Beukema richting Veldmaten. Loste Eierbiel. Müller probleemloos. Nu snel naar Touré. En dan in omschakeling toeslaan. Dat zal het plan zijn van PSV. Kjellow aan de andere kant. Botos sprint goed terug om daarbij te komen. Voor het doel van Fana. Beetje aan de overkant. Dan had Fofana wellicht nog een kans kunnen krijgen. Want hij stond daar nog wel in een aardige positie. Kuipers glijdt net weg. Christensen ertussen. Moulenga. Oh, Müller komt. Moet weer terug. Is op tijd terug, zou je zeggen. En dat is toch wel een listig balletje van Moulenga. Met een hoek waar hij toch eigenlijk niet kan scoren. Christensen is goed en daar is de kans en daar is geen doelpunt. Met afstand de beste kans. Misschien wel gewoon de enige kans tot nu toe voor Jong PSV in deze wedstrijd. De paas goed, de loopactie goed getimed. En dan moet een spits die bal erin schiet. Christensen lukt het niet. Touré. Kuipers in de achtervolging. En die gaat er bijna in. Christensen. En daarachter met name nog Antonissen. Nou, dat is waarschuwing 2. Eerste corner van Jong PSV. Levert niks op. Goed voorzet hoor dit. Komt er net niet aan Christensen en daarachter. Antonis er dus ook net niet. Hoppakaart. Bal op Christensen, maar Veldmaten verdedigt uitstekend. Tiemann. Hij belofte ploegen, we brengen bepaald niet het beste naar boven in Goer Riels. Klaargelegd. Tiemann met het schot. Geblokt. Nog eens Tiemann. Druk blijft met Rigo. Hoppakaart. Komt er langs. Voorzet is wat aan de harde kant. Christensen moet hem dan weer voorbrengen vermoedelijk. Naam alleen ondertegen niet goed. Laatste paar uitwedstrijden. Ruim verloren door Jong PSV. Bij Cambuur en Roda. Krekels. Sambo. Lekker balletje. Christensen. Nee, weer niet. Ja, ik zeg, het is voorzet. Daar had jij moeten staan aan Antonis. Maar ja, die stond daar dus niet. En sowieso de derde waarschuwing daar voor Go Ahead. Derde serieuze kans voor Jong PSV. Prachtige paas van Sambo. In de wedstrijd met heel weinig hoogtepunten is de paas van Sambo hier op Christensen. Een van de vrijste acties die we hebben gezien vandaag.
verbaasd dit. Hendricks. Nog steeds Hendricks. Voorzet is goed en het doelpunt is niet daar. Müller, heerlijke redding. Dit had dan de beslissing moeten zijn. Kans voor Itzes, maar geen 2-0. Eindelijk go ahead weer eens. Met een goede aanval. Krekels gooit. Bal wordt verlengd. Christensen. Schotje, maar kreeg de bal op de hand. Hij heeft de kansen gehad. Eén met name. Toen hij goed werd weggestuurd, de loopactie goed was en hij naschoot. Forte, nog een keertje naar voren met de bal. Goed, half minuut extra, extra tijd. Dan is het buitenspel. Vanwege die wissel natuurlijk, die er nog was. Müller zegt, laat mij het maar doen. Iedereen naar voren. Nog één keer Jong PSV. In een wedstrijd die amper kansen heeft gehad. Alles bij elkaar opgeteld. Misschien vijf. Beide ploegen dus. Komt er dan nog eentje in de slotseconde? Nee, want daar wint Veldmaten. Dit is goed gedaan. Maar het is afgelopen. Go ahead, wint. Het houdt weer de nul. En dat is hard nodig ook in deze wedstrijd. Waarin het zelf weinig creëert. En een standaard situatie genoeg. Beukema maar weer eens met zijn zevende van het seizoen. In een verder heel teleurstellende wedstrijd. Maar voor Go Ahead weer drie punten, weer de nul. Ze blijven meedoen in de periode. En als je ook wedstrijden waarin je niet zo best speelt, toch weet te winnen, dan geeft dat vertrouwen. En eindelijk ook eens drie punten thuis tegen een belofteploeg. En dat op zich alleen maar winst voor Go Ahead.